Jawel, dames en heren. Het is eindelijk weer zover. We hebben weer een updateje. Ja, een kleine update in Fortnite. Dit is alweer een tijdje geleden dat we voor het laatst een update hebben gekregen. Namelijk 2 weken geleden. Toen kregen we de V11.20 update. En nu dus een wat kleinere, beetje fix update. Waar we kleine fixen zitten. Maar er zit wel iets groots en iets vets in deze update. Waar we het zeker weten dus over gaan hebben. Maar voordat we gaan beginnen wil ik jou maar eerst even vragen om te abonneren op de veelgevraagd. Deze video te liken. Kunnen wij de 2000 likes halen? En ik zou het heel tof vinden als jullie de supporter creator code veel gevraagd ook even gebruiken. En stel, jij wil deze hoodie winnen. Deze hele vette TVG hoodie. Klik dan even op het i'tje. Want wij geven die morgen weg. Dus als je mee wilt doen met die giveaway actie, klik even op het i'tje. Want daar legt Matthijs precies uit hoe jij die kan winnen. Jawel, de V11.21 update is weer een mini-update. Het zijn weer van die kleine rot-updates. En ik zal straks mijn mening wel weer eventjes geven over deze update. Maar laten we eerst eventjes het gaan hebben over wat zit er nou daadwerkelijk in deze update. En dat valt best wel mee. Het wordt een best wel korte video waarschijnlijk. Want deze update was sowieso maar 305 MB groot. Ja, dat is gigantisch klein. Dat heb je binnen no time binnen. Enigszins is dat fijn natuurlijk dat je heel snel iets kan downloaden. Maar ja, dat behoudt dus ook in dat er niet heel erg veel dingen in kunnen zitten. Want in 305 MB kun je... Nou, dat past eigenlijk niet in skins in. Zo weinig is het. Laten we eens gaan kijken naar wat er dan in zit. Nou, één ding is heel erg interessant. Namelijk de Galileo's poster. Waarschijnlijk is dit een codenaam. Maar deze poster zit in de game. En het vette aan deze is dat er een stuk of 5 encrypted files bij zitten. Want deze poster is natuurlijk leeg. En we verwachten dan ook dat deze 5 encrypted files wat te maken hebben met deze poster. Wat er op staat op die poster. Want op dit moment, zoals ik net al zei, is hij nog leeg. En deze Galileo's poster heeft ook wat te maken met Risky Reels. Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Want daar is wel iets bijzonders gebeurd. Laten we in ieder geval doorgaan naar het tweede ding. En dat is namelijk DirectX 12. DirectX 12 is nou weer, nou ja, een soort van werkend. Of tenminste, het werkte al wel. Alleen het was heel erg instabiel. Veel mensen ervaren crashes. Waaronder ik zelf ook. Als ik bijvoorbeeld eventjes aan het game was. En ik wilde eventjes, laat me zeggen, weg van die game. Even de game minimaliseren. En dan kwam ik weer terug naar een paar minuutjes. Vaak was die dan gecrashed. Als het goed is, is dat nu opgelost. En daar ben ik heel blij mee. Dat maakt de game namelijk een stukje beter. Gaan we door naar het volgende dingetje. Dat is namelijk dat de FPS slash ping optie. Laat me zeggen, er was een optie. Of er is een optie in Fortnite waarbij je dus je ping en je FPS kan zien. Die optie was verdwenen. En die is dus nu weer terug. Dus als jij je FPS of je ping wil aan- en uitzetten, dan kan dat weer. Ik had mijn ping uitstaan bijvoorbeeld. En die kan ik dus nu weer aanzetten. En mijn FPS wil ik altijd wel weer aanstaan. Maar die kon je toen de tijd niet uitzetten. Dus ik ben heel erg blij dat dat nu allemaal wel weer kan. En ja, dat was eigenlijk gewoon een bug die gefixt is. En laten we nu doorgaan naar de hoofdverandering. Dit is namelijk een map change. Jawel, we hebben eindelijk weer een keer een map change. Dus het was de tweede map change. Of de tweede echte grote map change in de game. Namelijk, jullie zien het hier al in Risky Reels. Hier is deze map change gebeurd. We hadden het hier al een keer over gehad over deze map change. Deze was al geleakt, maar nu is die in de game. Als jij het niet weet over welke leak ik nou precies heb, klik dan even op het i'tje. Want ik heb een hele vette theorie video gemaakt al een week geleden, of bijna 2 weken geleden volgens mij. Over Risky Reels en wat hier gaat gebeuren. Want er is heel veel over bekend. Maar nu is dus fase 1 in gang gegaan. En dat is deze fase met de graafmachine die naar binnen wordt gereden hier, wat heel erg vet is. Daarnaast is hier een soort van, wat is het, een vrachtwagen. Hier wordt alles opgeladen. Dus letterlijk al deze auto's die je hier ziet, worden straks op deze vrachtwagen, op dit soort vrachtwagens opgeladen. Of in ieder geval de auto's die hier in het midden staan. En we hebben hier, wat heel belangrijk is, een politiewagen. En deze politiewagen staat hier dus om Risky Reels te beschermen voor iets wat hij precies probeert te beschermen. Dat is nog een beetje de vraag. Ga ik het zo even over hebben. We hebben hier in de verte een soort nog een autootje. Geen idee wat voor auto dit is. Staat ook geen logo op van de overheid of zo. Toch? Nee, dat staat er niet op. En we hebben hier nog een hijskraan. Dus er gaan grote dingen gebeuren in Risky Reels. Verder is er, staat er nog niks op dit bord volgens mij. Dus daar kunnen we nog niet zoveel van. Daar weten we gewoon nog niet zoveel van. Maar we gaan in ieder geval lijpe en vette dingen krijgen hier in Risky Reels. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, even in het kort, want ik wil niet te veel hebben over de theorie, want dan kan je beter net zo goed die video bekijken waarvan ik net zei dat je op het i'tje moest klikken.
we gaan hier hoogstwaarschijnlijk wat opgraven. Waarschijnlijk gaan deze auto's hier weg. En hier gaan we dus iets zoeken. Misschien dat het een community event wordt. Laten we het hopen. Lijkt mij in ieder geval wel heel erg vet dat we met z'n allen kunnen gaan graven hier. En dan gaan we ook sowieso livestreamen als dat gaat gebeuren. In ieder geval, er gaan weer lijpe dingen gebeuren in Risky Reels. Ik ben best wel hyped voor dit ding. Want ja, er is niet zoveel om hyped voor te zijn de laatste tijd. Dus laten we gewoon hyped zijn op de meest kleine dingen zoals dit. En laten we hopen dat er veel grote dingen gaan gebeuren. Nou, dat was eigenlijk alle informatie. Ik had het er net al over. Dit is in ieder geval qua informatie een vrij korte video. Maar hey, laten we het nog even gaan hebben over dit soort updates. Want jongens, ik ben weer teleurgesteld. Fortnite of Epic Games. Jullie kijken waarschijnlijk niet. Maar als je dit kijkt, doe er wat aan. Je kracht, ik had het er gisteren met Matthijs over. De kracht van Fortnite was die grote updates, die vele content die we kregen. En eigenlijk heel chapter 2 hebben we vrijwel niks gekregen. En ik baal ervan, de community baalt ervan, iedereen baalt ervan. De game wordt saai, de game wordt nu eentonig, er gebeurt te weinig. Ik baal hier gewoon van. Ik zie gewoon Fortnite steeds met de dag iets minder interessant worden. En ook voor ons om video's over te maken. Er is gewoon geen content. We kunnen straks gewoon over een paar dagen geen video's meer maken over Fortnite. Omdat er gewoon niks meer is om over te praten. En ja, wij zijn niet een kanaal die gameplay video's maakt. Maar wij zijn een kanaal die video's maakt over voornamelijk de nieuwtjes en over de content in de game. En zodra dat weg is, dan is er geen video meer over te maken. Gelukkig vinden jullie Brawl Stars heel erg tof. Dus wij zijn ook van plan om daar wat meer video's over te maken. Dus houd te veel gevraagd in de gaten voor die Brawl Stars video's in ieder geval. Wat ik trouwens wel even wil zeggen over deze update is, we kunnen misschien vanmiddag nog een nieuwe gun gaan verwachten. Want ja, die hebben we natuurlijk ook al de hele tijd niet meer gehad. En die Heavy Assault Rifle zit al wel heel lang te wachten op ons. Dus ja, wie weet gaan we die ook nog krijgen vanmiddag. Maar dat zal dan waarschijnlijk rond een uur of twee zijn. Want op dit moment dat ik het opneem, is het in ieder geval nog niet gevonden, die gun. Dus hoogstwaarschijnlijk zit hij er in ieder geval nu nog niet in. Dames en heren, dit was het informatieve gedeelte van deze video. Ik hoop dat je deze video super tof vond. Als je dat vond, drop dan even de like. Abonneer op de veel vragen met een belletje aan. Klik even op de video's hieronder. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!